Het IMT, dat is dus het interim management team. De bedoeling daarvan is om in een bepaalde periode zeg maar een goede upgrade te doen van de organisatie CDS. En het is ingesteld om eigenlijk heel specifieke doelen na te streven, om eigenlijk de organisatie zeg maar bestaanszekerheid te geven, zou ik het zo willen noemen. Omdat er natuurlijk in de afgelopen periode, kan je zeggen, heeft men allerlei dingen geprobeerd. En sommige dingen zijn heel goed gelopen, andere dingen misschien een beetje minder. Maar uiteindelijk moet je echt een gestructureerd plan hebben. Om ook heel duidelijke doelen te bereiken. Want communicatie, overheidscommunicatie, is heel erg belangrijk. En dan moet je dat ook goed aanpakken, zodat je ook de juiste resultaten daarmee kan bereiken. Het belangrijkste in mijn visie van een organisatie zijn de mensen. Want zonder mensen heb je niets. Dan heb je een gebouw, je hebt apparatuur, mooie plannen, maar je kan niets doen. Dus daarop gaan we heel veel focussen, dat is erg belangrijk. En de bedoeling is om dan eigenlijk, ik zal zeggen, genoeg te investeren aan kennis en natuurlijk kennis, maar vooral ook om mensen te begeleiden. Want er zijn mensen op de werkvloer die het werk al jaren doen. En er zijn mensen misschien die er niet zo heel lang bij zijn. Maar belangrijk is dat je kijkt hoe functioneren ze, wat is er nodig, hoe kan je ze verder begeleiden in dat wat ze doen. Maar wat ook belangrijk is, is hoe kan je van hun leren hoe je het beter kan doen. Want dat is erg belangrijk. Mensen hebben misschien jaren ervaring of ze doen inzichten op. Wanneer dat werk doet, dan doe je inzichten op. En je hoeft daarvoor niet in de schoolbanken te zitten of een bijzondere opleiding voor te volgen. Maar het is puur praktisch inzicht in dat wat je doet. En dan ontdek je bijvoorbeeld, als ik dit op zo'n manier aanpak, lukt het eigenlijk beter of het lukt sneller. Maar omdat je misschien niet in die functie zit, om het zo te zeggen, dan kan het zijn dat het niet nauw wordt genomen, niet zo. Of je hebt misschien niet echt de gelegenheid gehad om het, zeg maar aan te bieden als ondersteunende kennis. Maar dat is erg belangrijk. Dus we willen ons heel erg focussen op de mensen van de organisatie. Zaken als natuurlijk een goede samenwerking, een goede werksfeer is erg belangrijk. Dat vind ik persoonlijk altijd belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om met plezier op het werk te komen. En je kan, dat hoeft niet pas wanneer alles perfect is. Maar het zijn soms heel specifieke dingen en soms kleine dingen die je moet doen om de werksfeer zodanig te creëren aan de werkplek. Aantrekkelijk, zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met kleine dingetjes soms, om in elk geval een goede werksfeer te hebben, zodat mensen het prettig vinden. En als ze het reeds prettig vonden, ja, dat ze het misschien nog leuker vinden zelfs. Maar dat is in elk geval één van de belangrijkste dingen. Maar er zijn nog ontzettend veel zaken, zoals processen, hoe je dingen gaat afhandelen, hoe kan je efficiënter werken op die werkvloer, en wat voor betere inzichten kan je gebruiken die we natuurlijk ook uit de feedback van de mensen zelf op die werkvloer goed kunnen gebruiken. Ik denk dat er gekozen is om met een intermanagement team te werken en niet om gewoon de opengevallen plek van de directeur in te vullen. Omdat, voor wat ik heb zeg maar kunnen zien en eruit heb kunnen halen tot nu toe, is dat wanneer je werkt met een intermanagement team, en die bestaat voor een groot deel uit mensen die reeds op die werkvloer zijn, dat je eigenlijk een aparte focus hebt. Dus je gaat, dat is eigenlijk dan de bedoeling. Dan zit je niet weer in de reguliere dagelijkse werkzaamheden, maar je zondert een paar mensen even uit.
je geeft ze bepaalde bevoegdheden en taken, maar je geeft ook heel specifiek aan met timeline of deadlines of whatever, dat je zegt, luister, dit is wat we van jullie nodig hebben. Dit moet rond zo'n tijd rond zijn. Of je hebt zoveel tijd om dat aan te pakken, maar dat je overal ook een heel specifiek doel bepaalt. Dat je zegt, luister, in 6 maanden tijd willen we dit bereiken. In de tussentijd zal het ook ontwikkeld zijn, maar in general is wel duidelijk dat het gaat om herstructurering, verbetering, upgrade en de effectiviteit van die organisatie vooral upgraden. Voor wat timing betreft en hoeveel tijd we hebben om te doen wat ons gevraagd is te doen, in elk geval in general gaat het om 6 maanden. Dus het intermanagement team is aangesteld voor 6 maanden en binnen die 6 maanden moet er bepaalde zaken gerealiseerd worden. Er is een algemene, zeg maar, richting bepaald of intentie. Dit is wat moet gebeuren in general. En gegeven moment, wat er dus nu zal gebeuren, is dat er dan specifieke plannen geschreven moeten worden in heel korte tijd. Moeten we aangeven, dit is wat we willen bereiken. En dan hebben we zoveel tijd om dat ook te bereiken. En vervolgens, enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Totdat we dus eigenlijk die 6 maanden voldaan hebben. En bij evaluatie zal dan natuurlijk tot uiting komen of we dat doel wel of niet bereikt hebben. Het intermanagement team is aangesteld voor 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging voor dezelfde periode. Dus het zou in principe bij wijze van praten oneindig door kunnen gaan, wat natuurlijk niet het geval zal zijn. Maar ik denk dat op basis van de resultaten de volgende besluiten genomen zullen worden. En het ligt aan ons als intermanagement team en het, zeg maar, de overige delen van die organisatie, eigenlijk gewoon iedereen, het ligt aan ons allemaal, om ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten en alle expertise en ervaringen, inzichten op tafel leggen. En daarmee gewoon ronduit doen wat we moeten doen en bereiken wat we moeten bereiken, zodat het bestaansrecht van die organisatie absoluut als een paal boven water staat.